Hoi hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze video. Vandaag deel 5 van het Stippenswap album. En de laatste ronde, het beplakken met designpapier. Is misschien wel het meeste werk, maar ja, het moet natuurlijk wel gebeuren. Want dat maakt dit album natuurlijk straks zo schitterend. Ik ga beginnen met de binnenkanten. Het designpapier ligt klaar, mijn potlood en mijn liniaal en mijn snijmachine en lijm. En heel veel meer heb ik denk ik niet nodig. En dan gaan we dit eens even aanpakken. Ik kies ervoor om overal voor ieder vak wat ik ga beplakken in ieder geval een halve centimeter kleiner te gebruiken om te beplakken. Ik ga kijken hoe ver ik kan komen, want als ik dan bijvoorbeeld straks designpapier tekort kom, dat ik niet in hele stukken uitkom, ga ik dat oplossen met stroken. Tenminste, dat ga ik proberen. En wat zat ik nog te denken? Ik weet niet. Ik wou nog iets zeggen, maar ik ben het even kwijt. Anyway, oh ja, dat ik dus een beetje crisscross begin door de pagina's heen met hele stukken te werken. Dit past al bijna mooi, dus misschien dat hij wel daar komt. Maar dus als je je afvraagt straks van waarom zit ze toch van links naar rechts en heen en weer door dat album. Dat ik niet straks in de voorkant allemaal hele stukken heb en dan dat ik op de achterkant met die restjes aan het werken ben. Ik vind het leuk ook om het designpapier natuurlijk een beetje af te laten wisselen door het hele boek. Zodat het een mooi geheel wordt. Maar dus ook met die reden voor als ik niet helemaal uitkom. Ik ga maar gewoon beginnen aan de binnenkant. Wat gaan we aan de binnenkant gebruiken? Even kijken. Ik heb natuurlijk van alles. Stippen wil ik wel sowieso op de voorkant. Want het is natuurlijk voor het stippenswap album. Ik denk dat ik voor deze ga hier aan de binnenkant. Die moeten dan 19, 17,5. Dus ik kan niet in zijn geheel de voor- en achterkant beplakken. Met één pagina. Maar ik wil ze wel graag hetzelfde. Dus ik wil graag deze en deze hetzelfde hebben. En ik denk dat ik dat ga oplossen door 15 centimeter. Dat is de helft. En dan met iets van een side pocket nog te gaan maken. Dus daar ga ik even mee beginnen. Het moet wel 21,5 hoog worden. En deze dan door het midden. Het is eigenlijk 12 inch. Hè? Dus ik ga hem op 6 inch. Dat is 15,2 ongeveer. Maar dan zit ik zeker op de helft. Dan hoef ik er niet ook weer een klein strookje van af te knippen. Die ga ik hier aan de binnenkant opplakken. Als ik nou toch geen pocket wil doen, dan kan ik hier natuurlijk ook nog een ander mooi reststrookje designpapier plakken. Maar dat kan ik altijd op het laatst bekijken. De andere kant ook. Kijk, en bij deze zie je dat ik, nou ja, in ieder geval moet er natuurlijk een strookje. Maar hier is net een hoekje wat je nog ziet. Dus daar moet sowieso of een strook designpapier of een pocket komen. Goed. Dan had ik net hier een stukje. Wat precies leek te passen. Nee, of precies net niet, hè. Dus dan... Net eigenlijk een frikkeltje tekort. Even zien. Iets meer dan 10,5.
Zou die op een kaart kunnen? Ook niet. Hij zou sowieso gesneden kunnen worden voor deze pocket. En ook nog voor deze. Oh, ik zie dat hier een prijsje opgeschreven staat. Die gaan we er even afhalen. Zo. Even kijken. Ik denk dat ik hem wel mooi vind om hier te gebruiken. Ja, dat ga ik doen. Ik kan hem natuurlijk netjes afmeten, maar ik ga even zo doen. Zal ik hem aan die andere kant, want hier is de roze al heel en hier zijn ze al kapot, zeg maar. En dan kan ik mooi langs die rand. Dus dan kan ik hier dat even weghalen. Dat komt dan toevallig mooi uit en dan is het patroon niet onderbroken. En ook deze stukjes, die bewaar ik nog even, want je weet maar nooit. Op het laatst heb ik het misschien ook. Oh, en dan had ik het afgetekende puntje eraf gesneden. Dus dan moet ik hem even terugleggen en hier zo afsnijden. Zo, dat is mooi de eerste al beplakt. En dan had ik je al verteld dat ik de fotomatten hier bovenin wilde plakken. En dan hier nog een klein randje designpapier, zodat je dat dan mooi ziet. Ik heb nog niet voldoende fotomatten gesneden, maar er liggen er hier al wel een paar klaar. Dus dan kan ik die alvast opplakken. En dan straks met de restjes designpapier deze randjes maken die ik had bedacht. Oh, ik had er natuurlijk een stempel op. Ja, het is wel leuk als die niet op zijn kop is. Dus daar moet ik even op letten. Doe ik het toch op de kop. Ik zeg het net tegen jullie. Oh, 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 oh. Dat komt omdat ik me nu af zat te vragen of dit niet te saai is om naar te kijken. En soms dan denk ik, oh ja, dat is echt niet leuk. En dan krijg ik toch als reactie, oh, ik mis het gepraat. Of ik had graag het wat langzamer willen zien. Dus ik denk dat ik deze keer dan toch maar voor kies om hem zo op normale snelheid en jullie mee te laten kijken. Vind je dat nou niet zo leuk? Vind je dat echt te lang duren, maar wil je wel graag zien hoe het gaat worden? Dan kan je boven in de hoek op een soort tandwieltje drukken, hier in beeld. En daarin kun je dan de afspeelsnelheid versnellen naar maximaal 2 keer zo snel. Maar dat betekent dat deze video dus de helft van de tijd duurt dan wanneer je hem op normale snelheid kijkt. Misschien vind je dat dan iets, maar je zou, als het goed is, mij ook nog wel redelijk kunnen verstaan. Dan praat ik wel een beetje snel en hoog. Maar zelfs dat hoef je dan niet te missen wat ik vertel. Al heb ik niet zo heel veel spannends te vertellen over plakken, maar goed. Dat zou een optie kunnen zijn als je toch bij jezelf denkt, oh, dit gaat me te lang duren, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik zou het toch leuk vinden om hem helemaal te kunnen zien. En wisten jullie trouwens ook dat er playlists, dat ik ook vaak playlists maak als er meerdere video's, zoals in dit geval, dus meerdere video's van één album zijn, dat ik daar playlists van maak. En dus als je ook op mijn
YouTube kanaal naar het kopje playlists gaat. Daar zie je dus alle playlists die ik heb gemaakt met daarin de bijpassende video's. Dus ook van toen we in december een album hebben gemaakt, daar staat ook een playlist van. En we hebben natuurlijk nog, wat hebben we nog meer? Nog een album, ik weet even niet meer, Be a Dreamer album en nog meer. En ook bijvoorbeeld als je van kaartjes maken bent, dan hebben we nog een Mijn Kaarten Tutorials playlist en zo door. Dus als je dat ziet, nou zie je hier allemaal die witte randen. En nou leek het me leuk, nou is dit natuurlijk te kort, maar om dan hier een klein strookje te plakken. En die plak ik dan alleen vast op het zwarte. Dus als er dan een echte foto opgeplakt gaat worden, dat je die daar dan zo net onder kan steken om vast te plakken. Of misschien niet eens vast kan plakken, maar eronder kan schuiven, zodat je hem er ook weer in en uit kan halen. Dat is ook nog wel grappig. Maar in ieder geval dat als je dus dan... Nu is het hetzelfde, dat is een beetje saai. Maar dat je dus hier niet die wit soorte strepen ziet, maar steeds afwisselend een leuk designtje. Dat is eigenlijk het idee wat ik ga doen. Maar daarvoor bewaar ik natuurlijk, dat bewaar ik als laatst. Omdat dat natuurlijk kleine strookjes zijn die we misschien overhouden. En dat is zeker zo leuk. Even zien. Dit is ook niet zo'n groot stukje, dus daar ga ik ook voor later bewaren. Dan gaan we even kijken naar andere... Een ander grotere pagina waar we misschien iets op kunnen doen. Zoals hier aan de binnenkant bijvoorbeeld. Even kijken wat we nog willen liggen. Van alles natuurlijk. Ik ga daar voor deze streep, rood-witte streep. Nou, de pagina's zijn 17 breed, dus ik ga 16,5 snijden in ieder geval. Been eruit. Ook prijs in de hoek. 16,5. En nou hoeft deze natuurlijk niet helemaal tot onderin beplakt te worden. Want de pocket zit ervoor. Dus dat is ook zonde van je designpapier. Dus daarom ga ik hem korter afsnijden. Waar is mijn potlood? Hier begint de ingang van de pocket. Dus ongeveer een centimeter, 1,5 centimeter daaronder is voldoende. En dan plakken we die hier zo in. Dan is die hartstikke mooi afgewerkt zonder dat we helemaal tot onderin hoeven gaan. En dus ook nog een goed stuk designpapier overhouden. Een klein stukje de pocket in en dan mooi kijken of je daar recht zit. En dan hebben we die mooi beplakt. En dan hadden we hier ook een foto bedacht. Oh, dan moest de boven weer. Zo. Even kijken. Nou, dus die binnenkant is ook weer mooi beplakt. En even zien waar we misschien deze nog verder kunnen gebruiken. Daar zit hij al onder, dus dat is misschien jammer. Misschien hier aan de binnenkant. Oh, kijk eens, dat past perfect. Dat is leuk. Kijk, we hadden daar die flap en deze, dit stuk designpapier wat ik overhield. Een friemeltje smaller maken, maar qua hoogte is die echt perfect. Dus daar ga ik even een paar millimeter van één zijkant afsnijden.
En dan kan ik die mooi daar gebruiken. Hier mijn standaard onder de lijm. Dat is niet zo handig. Zo. Zien of we hier meteen ook iets leuks kunnen plakken. Keertje. Even kijken, waar heb ik deze nou dubbel? Zullen we deze doen? Dit is wel leuk. Ik ga hem toch eerst op 16,5 snijden. Omdat hij moet hier wel iets smaller voor deze klap zijn. Maar dat is, dat is niet zo erg. Alleen als ik het reststuk ergens anders kan gebruiken, dan moet hij waarschijnlijk wel 16,5 zijn. Dus dan snij ik hem nu liever en zit je heel even op 16,5. En de hoogte moet eventjes opmeten, want dat had ik net natuurlijk niet hoeven doen. Wordt 18. Dan is het reststuk in ieder geval breed genoeg. En dan haal ik hier nog een klein friemeltje van. En dan kunnen we die mooi daar gebruiken. Zo, dan is hier al mooi bekleed, alleen de kaarten nog. De kaarten had ik de vorige keer niet gesneden, maar die heb ik dus één fotomat. Oh, die kan ik misschien wel meteen opplakken. Eén fotomat gesneden. Misschien doe ik dat later, want het is leuker. Nu staat mijn fotocamera opzij, dat die straks zo komt. Dus ik ga later even nieuw op mijn fotomat snijden, want ik had toch niet voldoende. En deze heb ik allemaal in de breedte gemaakt. Maar deze moet even zo. Maar in ieder geval hier iets groter dan de fotomat. 10 keer 15 is natuurlijk de fotomat. En de kaart is dan 10,5 keer 15. Ik had er eentje gesneden van 17,5 keer 10,5. Daar kan dus ook een fotomat op. Plus nog een strookje designpapier om hem mooi af te werken. En ik had er één gesneden. Die had ik 21. Dit is dubbel gevouwen. En die is qua hoogte, even nadenken, dat was 13,5, als ik me niet vergis. Ja, 13,5. En daar kan je dan matten op plakken en dan met lijntjes bijvoorbeeld, dat ze er dus op kan schrijven. En de voorste is dan wel weer leuk om die met designpapier te beplakken. Dat wilde ik nog even vertellen, want dat had ik gedaan buiten beeld de vorige keer. Zo. Nou, eens even zien, want we hadden hier nog een mooi stuk van. Wat was het ook alweer? 16,5 bij een beetje. Misschien kunnen we die hierop gebruiken. En dan moeten we hem even aftekenen. Want hij is iets te hoog. Weer een mooie strook over. Zo. Dan hebben we hier natuurlijk ook nog die kaarten in zitten. Die moeten we ook niet vergeten zo meteen. Ik
was al maar bang dat ik te weinig had, maar misschien valt het alles wel mee. Deze streep kunnen we natuurlijk ook gewoon in de breedte gebruiken. Waarom niet? Dat is wel jammer dat er op geschreven is, maar niet heel erg. Kijk, had ik die vogeltjeskant gebruikt, dan was het natuurlijk minder mooi als ik hem in de breedte zou gebruiken, maar zo'n streep kan natuurlijk alle kanten op, dus dat is dan wel weer een voordeel van zo'n print. Dat is iets, daar kan je meer kanten mee op. Nou, hier nog eens kijken, wat zullen we daar doen? Hier eentje met vogels en eentje met deze doen, denk ik. Kijk maar wel leuk. Die waren 12 centimeter hoog, dus ik snijd twee stukken van 11,5. En die kunnen dan mooi daar. Leuk papier, hè? Als je zo al die laagjes over elkaar ziet. Dat het designpapier daarachter ligt weer net anders is, maar wel in dezelfde kleurstellingen. Dat word ik altijd zo blij van. En de kleur roze en rood, het is echt al blij als het om kleuren gaat. Vroeger vond ik dat altijd al heel erg leuk. Maar dan een tijdje dan doe ik er niet zoveel meer mee. Maar als het dan weer terugkomt, dan denk ik, oh ja, het is toch wel weer heel erg leuk. Even kijken, hier hadden we zo'n pocket. Nou, alsof het zo moest zijn, hij past perfect. Hier staat geen bedrag op. Dus die kan er mooi zo in zijn geheel op. Dat is wel luxe, hè, als het dan zo perfect past. Dat je er niks aan hoeft bij te snijden. Eens zien, wat kunnen we hier? Natuurlijk leuk als het dan weer hier vier verschillende komen. Even zien of ik daar deze stip op een van die kanten. In ieder geval 16,5 moet die worden. Vraag jij mij of ik klaar ben? Nee. Ik ben nog een filmpje aan het maken.
Nou, super lief. Ze wilde weten wat ik wilde lunchen. Dus het wordt nog voor me klaargemaakt, ook nog. Helemaal luxe. Zometeen ga ik even op pauze en dan ga ik even lunchen. Maar nu mag ik lekker even doorgaan, want ze gaan het voor me maken. Dus wat zou ik nog meer willen wensen? Even zien. We hebben nog een stuk nodig. Wat zat er op deze kant? Dat lijkt er te veel op. Misschien... Oh, dit is hetzelfde. Okay, nou komt dat puzzelen dus een beetje. Want we hebben nog zwart-wit. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo passen hier. Dus ik wil hier graag wel met die roze-rood tinten. Maar ik heb dus te korte stukken nu. Of ik moet nog met deze iets doen. Maar dan hebben we daar ook... eentje met stukken. En ik denk dat het leuker is als er dan twee met stukken naast elkaar zitten. In plaats van dat er maar eentje is. Dus dan ga ik toch denk ik met die resten die ik had. Hier een stuk met vogels. En dan later hier nog een strook. Ik zit te denken om misschien ook nog een F-rood erbij te pakken. En die kijken of we daar met embossen. Dus dat we in een embossing folder een effen strookpapier gaan bewerken. En die er nog bij gaan gebruiken. Ik denk dat dat wel leuk is. Doe ik dat in de buitenste rand? Ik denk het wel. Het is wat rustiger. Bijvoorbeeld ook op die flap bij die waterval, die hem dan zo bij elkaar houdt. Is het ook leuk om daar af te werken met een geëmboste strookpapier, denk ik. Zal ik hier dezelfde doen? Of toch een hele andere? Het is thema Bohemian en stippen. Dus ik denk dat ook Bohemian, denk ik toch een beetje aan Ibiza-stijl. En daar is bij verschillende kleuren en verschillende printjes combineren natuurlijk ook een van de kenmerken. Naast kwastjes, kruiltjes, kleurtjes, van alles. Dus ik ga daarin gewoon lekker met verschillende printjes. Denk ik dat het wel mag. Die kant, dan die kant. Ik ga naar de binnenkant. Zo. Even kijken. Hier hadden we dan zo nog een... fotomat overheen bedacht. Maar ook daar moet ik weer even een nieuwe snijden. Omdat dat natuurlijk een verticale is. Dat mijn stempeltjes niet goed zitten. Kijk, deze bedoelde ik. Hier zo mooi overheen embossen lijkt me leuk. Even zien. Nou, die buitenkanten. Nou, deze is op de strookjes na klaar. Dan moeten we hier nog. Maar dat, ja, daar wacht ik dus mee. Tot op het laatst. Deze krijgt nog de kaart. Waar straks ook wat designpapier op moet. Dan gaan we hier naar binnen. Even zien. We hebben hier nog weer zo'n pocket. Misschien dat deze erop past. Ja.
gebruiken. En die deden we dan ook weer ongeveer een centimeter in die pocket weg laten zakken. Net zoals dat in het begin. Zo, dan denk ik dat ik met dit lichte papier, wat ik van Craft Sensations er nog bij had gezocht, hieronder en boven ga bekleden. Even meten, dat is sowieso 16,5 natuurlijk. Die waren geworden 11,5, dus 2 stroken van 11. Daar wilden we toch ook weer fotomat overheen doen. Of zal ik de ruiten gebruiken? Er staat heel klein lof. Vind ik eigenlijk leuker. Ja. Wat ik nog zou kunnen doen, is strakje die kleine hartjes die erop zitten rood inkleuren. Om het meer een geheel te maken. Dus als straks de fotomat er dan overheen zit. En dan al die kleine hartjes die hier voorbij komen. Zie je daar. Dan kun je die met rood even inkleuren. Klein klusje, ik denk dat dat wel leuk is. Zie je, want er is een fotomat er overheen. Dan zijn er eigenlijk maar heel weinig. Hier langs de rand een paar. Dat is wel grappig, denk ik, om te doen. Ik denk dat ik dat ga doen. Roept iemand mij? Ja? Ja hoor, liefje. Ik ben nog steeds bezig met het filmpje. Maar mag ik komen eten? Wou je dat zeggen? Dan kom ik eraan. Zo schattig dat ze allemaal zo rekening houden. Zo lief luisteren. Met z'n allen. Nou, plak ik deze nog even op met de fotomat. En dan ga ik daarna even lekker eten. Dan gaan we straks weer verder. Zet ik hem gewoon even op pauze. Jullie hebben er geen erg in. Behalve dat ik het nu dan zeg. Zo. Dus dan hoef ik ook voor deze pagina alleen de kaart en die rand dan. Nou, ik ga lekker even wat eten. Ik zie jullie straks weer. Zo, daar is ze weer. Ik heb lekker gegeten. En ondertussen ook meteen even gekeken of ik nog rode kartstok had. Nou vond ik nog dit kartstok van de Vibra, een euro. En er zit een klein glansje op. Heel mooi. Luxe papier. En dan heb ik meteen maar eventjes uitgeprobeerd met een leuke, embossingmal. Deze heb ik ook lang geleden een keer bij Action gekocht. Een soort confetti-achtig iets. Vond het wel vrolijk. En het gaat hartstikke goed. Klein beetje bevochtigen. En dan heb je hartstikke leuke embossed papiertje. Dus die gaan we ook gebruiken. En nou had ik bedacht om die hier zo op te gebruiken. Vind ik mooi.
Deze was 4, dus dan ga ik een strook van 3,5 centimeter snijden. Dat is natuurlijk te lang. Maar daar halen we een stukje van af. En dan even de hoekjes afronden. Waar is dat ding? Oh, hier. En dan kan die hier mooi bovenop. Oh, dat is niet zo handig. Ik hoop dat hij het nog doet. Even kijken. Oh, nou, dat valt weer mee. Het leek wel haast moederdag, joh. Zo verwend te worden met de lunch. Ik had lekker salade, hadden ze voor me gemaakt. En lekker soepje. Dus ik ben hartstikke verwend. Nou, kijk hoe leuk. Ziet er tof uit, toch? En dan hier aan de binnenkant ga ik denk ik even een strookje van dat wat minder bijzondere kartstok doen. Want daar zie je toch haast niks van. Hi meis, wil je wat vragen? Nee, ik wil erbij komen zitten. Oh, gezellig. Dan moet je misschien even dat krukje leegmaken. Fedi komt er gezellig even bij zitten. Ja hoor, dat is goed. Ik zo even een klittenband halen en dan kan ik hem mooi sluiten. Gaat hij niet meer naar beneden? Nee. Ja, volgens mij had je die toen zelf omhoog gedaan ook niet. Lukt het? Ja, goed zo. Nou, gezellig. Wil jij anders voor mij hier de hoekjes afronden? Met deze? Alle hoekjes? Alleen net aan één kant. Ga ik even een klittenband pakken. Krijg je het voor elkaar? Of is het lastig? Kijken? Heb ik het goed gedaan? Ja, perfect. Nou, de andere kant nog. 1, 2. Prak. Goed zo. Kijk. Hartstikke goed. Ik had het niet beter kunnen doen. Dat geluidje. Ja. Vind je dat gek? Ja. Klinkt een beetje zo. Zo van de schreeuw. Oh, van de kruk? Ja. Oh, ik dacht dat je bedoelde die lijn. Nee. Zo, en dan even de roze klittenbandrondjes. Vond ik wel leuk erbij passen. Allemaal niks heel sterks en zwaars te zijn, maar dat het wel even net een beetje vastplakt. Zo. Zit hier nou ook een potloodstreepje per ongeluk? Had ik hier nou een gum? Nee. Nou ja, halen we later wel weg. Oké. Eens even kijken. Ik heb hier al wel wat strookjes waar ik misschien al hier die onderkant mee kan afwerken. Oh, vind je het gum gevonden voor mij? Zo. Eens even zien. Deze moesten ook alweer zijn. Volgens mij 15. Ja. En dan 1,5 hoog. Even kijken. Keer 15. Geeft niks hoor. Het is ook wel heel moeilijk om stil te zitten, toch? Ja, ja, ja. Ja, hè? Even zien of die open wil blijven liggen. En dan weer hier een randje lijm, alleen op het zwarte.
daar plak ik dan het designpapierstrookje op, zodat de foto die er straks nog opgeplakt of achtergeschoven kan worden, de ruimte heeft. Deze is te smal. Dan kunnen we hier vast nog wel een strookje van maken. 1,5 centimeter. Oh, en 15. Ik maak hem eerst 15. Gewoon er precies 2 uithalen. Dan kan ik natuurlijk ook die achterkant meteen doen. Dus dan hebben we al 3 randjes weggewerkt. Eén met stippen. En aan de andere kant heeft hij een soort gridachtig. Die doe ik een paar pagina's verder. Omdat de achtergrond van de stippen ook hetzelfde is, lijkt het me leuker om dat een beetje af te wisselen. Zo. Wordt het wat vee? Ja. Wel, hè? Eens even kijken. Oh, hier hebben we... Oh, zou dit ook nog... Zou dit groot genoeg zijn? Dit is ook te smal, denk ik. Maakt niet uit. Die bewaren we voor iets anders. Even kijken. We moeten nog hier aan de binnenkant. Nog wel 4 keer of zo, geloof ik. Ja. Even zien wat we nog allemaal hadden. Misschien is het ook wel wijs om eerst nog even die voorkant en achterkant te doen. Om te kijken wat er dan overblijft. En nou ben ik even uit mijn hoofd kwijt hoeveel centimeter we dit hebben. Oh ja, 18 en 22, hè? Ja, dus ik moet in ieder geval... 21,5 voor de hoogte. En dan komen we denk ik weer met hetzelfde als aan de binnenkant. Dat ik hem op de helft ga afsnijden en weer af ga werken. Want wat me ook wel leuk lijkt is om de rug met een mooie stof of zo te bekleden. En dan kan dat meteen de hoekjes om, zeg maar. Zodat hij daar ook wat ik gemist heb, zeg maar, bekleed. Deze kant met die bloem is ook wel heel erg leuk, hè? Ik denk dat ik de voorkant met die stippen en de achterkant met dit bloemenmotief doe. Want anders heb je die helemaal niet. En die is eigenlijk wel heel erg mooi. Vind je ook niet, Vee? Ja. Dus die wil ik wel dat je hem ziet. Even zien. Moet ik nog wat lager. Ik kan niet goed zien. Even opnieuw. Zo. En de andere kant gaan we dan met... Nice. Oepsie. Moet nog wel voor op zoek naar een stof die erbij past, maar dat komt vast. Pardon, dat vast wel goed. Oké, dan gaan we hier naar de binnenkant. Komen we niet helemaal lekker uit, maar dan gaan we ook weer even puzzelen. Of zou er hier nog een stuk van? Deze is wel precies goed. Ga ik die nog gebruiken? Ik ga gewoon net zo lang door totdat ik geen hele stukken meer kan.
hetzelfde als die. Dus misschien is het mooier hier om die te gebruiken. Dan ga ik even van mijn plan. Het is wel een andere kleurstelling, maar de print is hetzelfde. Dus een beetje jammer. En dan hierboven. Grappig. Ja. Ik ga een stuk van deze doen. En dan zit er nog iets langs. Een stukje van de kruisjes die we eerder al gebruikt hebben misschien. Even kijken. Streepje niet meer. Even kijken hoor. Oh, daar is die. Zo, aan de andere kant, de andere kant daar nog. Ik ga zo'n witte doen. Oepsie. Ik kan er bijna tegen je neus vee. De topje. Nee. Zo, ik kan er nog wel een aan die andere kant ook. En even zien of er nog een rechtop staat. Nee, deze kan niet. Deze kan niet. Niks aan de hand. Dat dat voor de hoekjes dat niet. Ja, ik kom nog. Oké. Er is niks kapot. Ik heb een beetje
Lollig gaan doen. Zet je te dansen op de stoel. Ja, en te kijken wat voor papier dit weer om had. En toen ging ik. Oh. Boy. Zo. En aan de andere kant ook. Ja, oh ja, die was ik kwijt. De poptrol. Heel mooi, vind ik dat. Poptrol. Ja, poptrol. Ja. Geeft niks, toch? Hij geunt. Mooi. Niet zo heel veel te vertellen, hè? Nee. Het is een beetje plakken, knippen en meten. Langs. Even kijken. Wat is er? Ja. Klopt. Maar die gebruik je nooit. Of je ziet de post van mij staan en met de doopname erop. Ik is een beetje verbaasd dat er meerdere namen op staan. Ja.
mijn laatste fotomat die ik op voorraad had. Maar die plak ik vast op. En dan ga ik straks even tellen hoeveel ik er nog wil maken. Dan kunnen we die, kan ik die nog later opplakken. Zo, dan moeten daar straks die kaarten alleen nog ook beplakt worden. Maar dit is klaar. Hier moeten nog een paar randjes, maar daar heb ik nog steeds niet liggen. Oh ja, hier moesten we de randen. En dat gingen we dan met een stukje embossed papier doen. Hadden we net bedacht. Hij viel bijna met de lijn naar beneden. Maar het ging goed. En aan de andere kant ook. Hier. Het is wel iets feller rood, zoals zeker bij deze, maar ik vind het er toch wel leuk bij passen. Zo, hier aan de binnenkant. Hier moeten we nog wat. Even kijken. Hebben we daar nog een leuk stuk voor? Spelen, meisje. Nee. Hè? Nee. Zo zit je toch ook maar een beetje te vervelen naast mij? Of niet? Ik ga weer naar huis. Ga je weer met de paardjes spelen? Goed zo, meisje. Heel plezier. En het zijn slijgpaardjes, niet echte. Nee, dat snapten ze wel, denk ik. Hier lag nog een mooi strookje, dus die kan ik mooi gebruiken. Even zien. Even zien, hier hadden we de binnenkant ook al, maar ook alleen de kaart. En hier moesten we ook alleen de kaarten. Nou, dan zijn de pagina's op zichzelf klaar. Dan moeten nu alleen de kaarten nog beplakt worden. Even het boek aan de kant.
Nou, eens even kijken. Want we zijn hier op de fotomatten na klaar, denk ik. Hier dan de journal binnenkant. Hier moeten we nog een strook. Even kijken wat we daar nog mee kunnen. Ga ik nog een pocket maken of laat ik het zo? Ik weet het eventjes niet. Heb je wel eens, hè? Even kijken, ik moet eerst nog zorgen dat hier wat zit. Is dit alweer te kort? Dat is jammer, dan zal deze ook wel te kort zijn. Een randje zwart kan natuurlijk ook nog wel weer. Dat terugkomt. Nou zeg, wat heb ik gedaan? Verkeerd. Opnieuw. Ik had hem afgesneden op 10, maar het moet natuurlijk 15 zijn. Zo, en zou die nog 15? Een witte met hartjes. Eigenlijk moet er ook nog een randje, maar zullen we die dan stiekem iets korter doen, want deze is geen 1,5 centimeter, maar het moet een beetje sjoemelen. Waar je een hele tijd denkt, oh papier zat, blijkt het op het laatst dan toch nog zo'n puzzel te zijn. Waar je dan af en toe een beetje mag smokkelen. Zo. Oké, even kijken. Of we niks zijn vergeten. Nou, hier kan dan een van deze kaarten in. Oh, dit is een dubbel gevouwen. Even kijken hoor, welke daar nou in hoorden. Dat waren deze volgens mij. Aan deze kant ook niks vergeten. Oh, kijk nou hier nog. Hele pagina. Eens even zien. Ik heb alleen nog dit aan fatsoenlijk designpapier over. Dus dat wordt dan toch een beetje combineren met die zwart-witte die ik had uitgezocht. Maar dat geeft niet. Die hadden we natuurlijk niet voor niks. En we hebben natuurlijk ook nog dat geëmboste papier.
zwart zie je je markering zo slecht. Even kijken, nou, dat is echt het laatste. Zien of we hier nog. Toch met de lof. Zo, en dan de kaart die daarin hoort, die is ook klaar. Nou, zien of we nog meer vergeten zijn. Die hebben we wel gedaan. Nou, deze allemaal gedaan. En dan kunnen we aan de andere kant ook nog weer matten plakken, fotomatten plakken. Deze gaat zo open, is helemaal bekleed. En daar ging een dubbele kaart in. Deze. En dan hier is ook alles beplakt. En dan komt deze dubbele kaart in. En hier alleen de fotomatten nog. Ja. Nou. Dan ga ik denk ik toch nog maar hier een pocket op maken. Denk wel aan allebei de kanten. En die ga ik dan bekleden met het lofpapier.
hier, denk ik. Ja, dat ga ik doen. Oké, eerst even deze dicht. De pocket. Even uitrekenen. Wordt 23 halen. Dit restje kan ik wel schrijven. 23 halen. En dan maak ik hem 7 diep. Vind ik wel leuk. Dus dan moet het papier hier 8 worden. Even nog een kartstok pakken. En dat doen we dan aan alle kanten. Dan snij ik er meteen 2. 23 halen. Designpapier meteen snijden op 6,5. En de hoogte 21. Dan rillen we die pockets weer op 3 kanten op 1 centimeter. Dus aan de lange kant aan beide zijden. En aan de korte kant op 1 zijde. En deze ook, hetzelfde. Af te knippen. En dan komt 1 pocket aan de linkerkant op de pagina. En eentje aan de rechterkant. De rand omvouwen. En dan plakken we hem aan de zijkant op de binnenkant van de kaft. En dan zijn we meteen dat randje wat we nog moesten wegwerken kwijt. En dan kan ik hier eventueel een leuke brief of zo
voor de ontvanger eronder doen. Hier op de achterkant nog hetzelfde. Nou, dan was dat zover de video van vandaag. Ik ga nog even aan de slag met matten snijden en op zoek naar een stof die hier leuk op de, op de koffer kan of op de rug kan. En dan nog wat plaatjes zoeken en dan zul je in de final flip-through die ik binnenkort plaats het hele album kunnen zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben tussendoor wat stil geweest. Dat is ook omdat er dan niet zo heel erg veel te vertellen valt. Ik hoop dat dat niet storend is. Misschien dat ik bij het editen dan nog ook af en toe wat muziek er doorheen laat waar ik heel lang stil ben. Maar ik hoop dat jullie dit toch een leuke video vonden om te zien hoe het album van een kaal zwart album naar een vrolijk gekleurd rood met roze en witte album is gekomen en dat je er misschien ook iets aan hebt gehad, met name met het opmaken van je designpapier en hoe je dat kunt oplossen als je net wat aan de tekort komt. Maar dit is eigenlijk alles met hele kleine friemeltjes wat ik nog over heb van het designpapier. Wellicht is het zelfs nog leuk om hier de cover mee te versieren, maar dat moet ik nog even bekijken. Dat zien jullie in de final flip-through. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!